En goeiedag. Goeiedag. Hallo. Het is veel belangrijk, deze dag. Ja, absoluut. We moeten er allemaal voor gaan, zodanig dat de klimaatopwarming zou beperkt worden. Niet tegenstaande dat het al vrij gevaarlijk is op dit ogenblik, maar goed, ja, we moeten er ons voor inzetten. Nu, we zijn Amnesty. Waarom Amnesty begrijpt de access tot water en zo? Ja, het is ook een kwestie van mensenrechten, hè, want het zijn juist de armsten die eronder zullen lijden. Hè, dus vandaar dat Amnesty er zich ook moet voor inzetten. En een woord voor de jonge generatie? Ah, het is voor hun dat we het eigenlijk allemaal doen, hè, want het zijn zij die ooit het slachtoffer er zullen van zijn. Hè, dus zij moeten er zeker mee lopen. Hè. Dank u wel. Ja. De naam? Frans van den Broek. Oula! Hallo. Wat is er belangrijk? Ik denk dat het vooral belangrijk is dat je je lage loon, dat je die hoger maakt dan je stempelen, waarmee dat je mensen met een laag loon ook dingen kunnen kopen die ecologisch zijn en niet alleen het klimaat opfokken. Omdat je met een persoon met laag loon kun je niet veel dingen kopen die ecologisch verantwoord zijn. En het zijn altijd rijken die dat wel kunnen doen. Dus ik denk dat het belangrijk is om een 14 euro aan minimumloon te krijgen, waarmee dat je als arme persoon, als minder rijke persoon ook dingen kunt kopen. Er is iemand die kan spreken? Wij staan hier voor aandacht te vragen voor de milieuvervuiling die de vee-industrie aandoet. Dus de vee-industrie is eigenlijk de grootste milieuvervuiler van alle sectoren. En zowel als het gaat over watervervuiling of landbouwgebruik, veevoeder enzovoort. En wij staan hier voor om aandacht te vragen voor het feit dat de dieren afzien in die vee-industrie. En dat moet samen met een krachtdadig klimaatbeleid, daar moet verandering in komen. Dank u wel. De naam? Biteback, VZW. Hallo. Hallo, hoe kan ik spreken? Ja. Het is belangrijk, we zijn een burgerbeweging, Rise for Climate. In 3 weken is COP26 in Glasgow. En het is de belangrijkste moment voor het klimaat. En dus vandaag, we zullen in de mars deelnemen. En op 31 oktober zullen we ook, dat is de eerste dag van COP26. Alors, waarom is het weer belangrijk? Voor onze toekomst. Hè? Niet alleen voor die van ons, maar voor ja, alle mensen die naar ons komen ook. Denkt u de petitie, het is weer belangrijk ook voor onze government? Ah ja, natuurlijk. Ja, ja, dat geeft een teken dat er veel mensen achter staan. En hebben ze zwart op wit een reden om er iets aan te doen nog. Hè? De naam? Lucas. Oké, wel, we hebben 2 jaar een beetje stilstand gehad en ik denk dat het nu belangrijk is om hier volop met iedereen te zijn om een ambitieuzer klimaatbeleid te vragen. En de jongen, waarom is het zo belangrijk? Ga jij iets zeggen, Lasse? Ja. Omdat we hier zijn. Omdat wij voor het klimaat strijden en wij willen een betere wereld en geen... En wij willen gewoon dat het klimaat minder opwarmt. Dank je, en je naam? Lasse. Het is belangrijk dat we nu hier allemaal met z'n allen gaan rondkomen. Dat we signaal zijn aan de politiekers dat er iets moet veranderen. Dat ze actie moeten ondernemen en dat ze niet op hun lui gaat mogen blijven zitten. Het is 11:55 en de tijd dringt. Nu moeten ze actie ondernemen. Ja, vandaag komen we allemaal op straat omdat we met de klimaatcrisis en globale ongelijkheid willen aanpakken. Globale ongelijkheid is de essentie van de klimaatcrisis. Dus wij komen allemaal vandaag op straat voor politieke actie. Ik ga naar Dubai voor de expo. Een woord? Ja, dus het is zo van die conferenties en zo van die initiatieven zijn absoluut nodig. En we steunen dat, maar we willen gewoon allemaal samenwerken. En ik denk dat dat de essentie is van deze beweging. Dat iedereen voorbij landsgrenzen, voorbij politieke partijlijnen samenwerkt om politieke actie te eisen. Dank u wel. Hallo, samen zijn we allemaal.
Hoe bent u? Ik ben Jorg, DC van Moerkezijde van Scoutzette Vlaanderen. En ik ben hier omdat het voor alle jeugd, voor alle jeugdbewegingen van Vlaanderen super belangrijk is dat wij nu iets doen. Want dit gaat over onze toekomst, over wat dat wij later nog kunnen doen, welke natuur dat wij nog gaan hebben om in te leven. En daarom staan wij nu ook weer massaal met alle jeugdbewegingen achter ons om ook mee te roepen dat er nu iets moet gebeuren tegen klimaatverandering. En dan, wat is uw objectief deze jaar? Mijn doel dit jaar, ik hoop dat eindelijk dat er drastische actie gaat ondernomen worden op federaal niveau, op Europees niveau. Dat er eindelijk samengewerkt gaat worden en dat er niet alleen loze woorden gesproken gaan worden, maar dat er ook actie gaat worden ondernomen. Waarom belangrijk is om te komen? Omdat het moet veranderen, omdat men eindelijk moet beslissingen nemen die goed zijn voor mens en milieu. En dat de mens en het milieu moeten centraal staan en niet de winst. Daarom zijn we aan het komen. En klimaat is, jij bent van Amnesty, hè? Ja, klimaat is een mensenrecht. We hebben recht op gezonde lucht. We hebben recht op een gezonde omgeving waar onze kinderen in groot kunnen worden. Dat zijn basisrechten en die moeten gewaardeerd worden. Een woord voor de jonge generatie? U zegt... En een woord voor de jonge generatie? Ja, de jonge generatie. Ja, als grootouder komen we die ondersteunen. Want uiteindelijk, men weet hoe het klimaat in elkaar steekt, welke problemen er zijn. De wetenschap is er, alles is aanwezig. Er moet nu beslist worden voor de jongeren. Om dat voor te stellen, of ze een goede, een propere wereld, propere aarde zouden hebben. Maar we komen in conflict met de industrie en zo verder. En daar moet een beslissing genomen. Hoe gaan we produceren? Voor wie gaan we produceren? En voor wat gaan we produceren? Peter van Loffelt. Mijn naam is Riet van der Leijden. Ik wil nog zeggen dat wij samen voor het klimaat moeten gaan. Hè? Dikwijls worden wij in deze discussie opgezet, generaties onder elkaar, tegen elkaar. Nee, het zijn generaties met elkaar. We hebben inderdaad moeten werken om te komen tot er is. Wij hebben ook dingen moeten ondergaan, we hebben ook dingen gebouwd. Het is nu aan de jongeren, maar wij willen meehelpen. Want we hebben inderdaad ervaring die we willen kunnen doorgeven, maar we moeten dit samen doen. Het is belangrijk, ja. Wij zouden hier allemaal samenkomen met alle partijen en alle particulieren die samen gaan voor de strijd tegen de opwarming van de aarde en de klimaatverandering. En ik vind het enorm plezant dat er hier zoveel mensen zijn. We hebben met 25.000 man tonen dat nog altijd leeft strijd voor het klimaat. Daarom vind ik het zo belangrijk. Dat er meer in Vlaanderen wordt gestreden dan Wallonië. Ik denk dat niet. Ik denk dat een wereldwijd, dat er overal jongeren en ouderen duidelijk zien dat er, dat er iets mis aan het gaan is. En dat we daar echt wel iets aan moeten veranderen. Hallo! Ja, het is superbelangrijk dat we hier met heel veel mensen aanwezig zijn om duidelijk te maken dat het klimaat belangrijk is. Niet alleen om CO2 te verminderen, maar ook om onze omgeving aan te passen aan de klimaatverandering. Dus minder beton, meer natuur, meer bos,
meer plek om water te laten indringen in de bodem. Daarvoor komen wij op straat. Wij denken dat we als Europa een voorbeeld moeten stellen en dat we dan de rest van de wereld kunnen meekrijgen. Dus we moeten het echt doen. Er zijn hier heel veel jongeren en dat geeft ons heel veel hoop, want we doen het ook uiteraard voor hen. Door het klimaat, ja?